De rode schoentjes. Tussen twee grote heuvels lag een drukke stad. En daar begint ons sprookje. Het was een koude winterdag. Karen, een arm meisje zonder ouders, liep verkleumd en doelloos rond. Ze had honger en haar voeten deden pijn van de veel te grote klompen die ze droeg. Ik wou dat het zomer was. Dan kon ik tenminste op blote voeten lopen en fruit van de bomen plukken om te eten en de zon op mijn armen laten schijnen zodat ik vitamintjes D aanmaak. Is goed voor je botten en je humeur. Maar ja, daar heb ik nu niets aan. Ze wilde de straat oversteken toen er plots een koets de hoek omkwam. Karen probeerde nog opzij te springen, maar het was al te laat. Met een klap kwam de schuivende koets tegen haar aan en werd ze op de grond gesmakt. Paarden stijgerden. Koetsier, wat gebeurt er? Het is een meisje. Ik had haar niet gezien. Heeft u zich pijn gedaan? Het gaat wel. Dank u. Breng haar bij mij, beste man. De koetsier tilde Karen op en zette haar naast de oude dame in de koets. Het spijt me, meisje, wat er is gebeurd. Hoe is je naam, lieve kind? Karen, mevrouw. Nadat de oude dame had gehoord dat ze geen ouders meer had en door de huisbaas op straat was gezet, besloot ze Karen mee te nemen. Het huis van de oude dame was prachtig. Marmeren vloeren, fluwelen gordijnen en een gigantische open haard. Dus lekker warm. Koetsier, zou u zo vriendelijk willen zijn om Karen naar de logeerkamer te brengen? Dan kan ze uitrusten. Toen ze die avond wakker werd, zat de oude dame naast haar. Dank u wel voor uw gastvrijheid, mevrouw. Nee, geen dank. Het is mijn schuld wat er is gebeurd. Ik had de koetsier nooit mogen zeggen de paarden zo aan te sporen. Maar heb jij goed geslapen? Ja, mevrouw, heerlijk. Dit bed is zo lekker zacht. Luister, lieve kind. Jij bent alleen en ik ben alleen. Mijn man is jaren geleden overleden en we hebben nooit een dochter gehad. Dus als je wilt, kun je hier bij mij blijven. Oké, ja! Karen sprong van geluk uit bed en danste door de kamer. De oude dame keek haar glimlachend aan. Vroeger deed ik niets liever dan dansen, maar de laatste weken was daar geen reden voor. Ik ben blij dat je nog kunt dansen. Ze mocht gaan wonen bij die lieve dame. Ze was niet eenzaam meer, maar samen. In de weken die volgden bloeide Karen helemaal op. En elke zondagmorgen ging ze met de oude dame naar de kerk. Op een dag liepen ze samen over het marktplein. Het was er een drukte van belang. Ziet u dat, mevrouw? Daar staat een orkest. Dames en heren, kom er maar bij. Krijgt u geen zin om te dansen? Dat komt dan goed uit, want over enkele weken is het weer ons jaarlijkse zomerbal. Mis het niet, hier op het marktplein. Het zomerbal? Daar heb ik altijd al eens naartoe gewild. Oh, maar mijn lieve kind, als je daar zo graag naartoe wilt, dan ga je toch. Mag dat? Dat zou fantastisch zijn. Geen enkel probleem. Maar vlak voor het zomerbal werd de oude dame plotseling erg ziek. Lieve Karen, je zult het voorlopig zonder mij moeten doen. De dokter heeft gezegd dat ik voorlopig niet uit bed mag. Maar zonder u is het allemaal veel minder leuk. Luister, de zomer staat weer voor de deur. En ik vind dat je nieuwe schoenen nodig hebt voor school en voor de kerk. Keurige, zwarte schoenen. Ga nu maar, Karen. Karen boog zich over het bed van de oude dame en gaf haar een kus. De volgende dag bracht de koetsier haar naar de beste schoenmaker van de stad. Ha, buongiorno, juffrouw. U komt er natuurlijk voor een paar nieuwe schoenen. Wat zoekt u precies? Zwarte schoenen, voor school. De schoenmaker liet Karen allerlei keurige damesschoenen zien, maar Karen vond ze stuk voor stuk saai en suf. Totdat... Wat is dat? Wat is wat? Wat glimt daar zo? Karen wees naar een kast achter in de winkel. Daar, die rode. Oh, je bedoelt de dansschoentjes. Ja, zo heel af en toe kan ik het niet laten om iets bijzonders te maken. Mag ik ze passen? Het zou te gek zijn om daarmee te dansen op het zomerbal. Tuurlijk, gaat uw gang. De rode schoentjes pasten precies. En zonder erbij na te denken, kocht Karen ze. Oh, dit was niet de bedoeling, kind. Ze zijn
absoluut niet geschikt voor school. En al helemaal niet voor de kerk. Ik wil dat je ze in de kast zet tot het zomerbal. Maar Karin luisterde niet. Het was niet zo slim, maar ze kocht toch de rode. Terwijl de dame het had verboden. Op zondagochtend, toen de koetsier haar naar de kerk bracht, droeg ze toch haar rode schoentjes. Ik weet niet of mevrouw dit wel zo'n goed idee vindt. Ach, dat vindt ze vast niet erg hoor. En ik moet ze toch uitlopen? Met blaren op je voeten doet dansen hartstikke pijn. De koetsier zette Karin af bij de kerk. Toen Karin door de kerk liep, keek iedereen naar haar. Maar het deed haar niks. De schoentjes zaten heerlijk en oh, wat vond ze ze mooi. Na de kerkdienst liep ze vrolijk naar buiten, waar een oude soldaat stond met een lange grijze baard en een glimmend zilveren zwaard. Zo, jij hebt mooie schoentjes aan. Ja, prachtig zijn ze, hè? En ik kan er ook heel goed op dansen, kijk maar. Hé, ja, hou maar op, ik zie het. Maar dit zijn geen schoentjes voor in de kerk. In de kerk draagt men keurige zwarte schoenen en niet feestelijk rood. Kan me niks schelen. Ik vind ze mooi. De soldaat pakte zijn zwaard en tikte ermee tegen de zijkant van de schoentjes. Hij mompelde iets onverstaanbaars en even leek het of de schoentjes oplichten. En voordat Karin het in de gaten had, begon ze als vanzelf te dansen. Hè? Wat gebeurt er? Je wilde toch dansen? Nou, nu kun je dansen zoveel als je wilt. De soldaat draaide zich om en liep de kerk in. De koetsier die net de hoek omkwam, zag hoe Karin danste over het plein. Karin, kom je? We moeten naar huis. Ik wil wel, maar mijn schoentjes blijven dansen. Hij liep naar Karin toe, pakte haar op, gooide haar over zijn schouder en zette haar in de koets. Daar kreeg hij de schoentjes maar met moeite van haar voeten, want ze bleven maar bewegen. Zo, dat is beter. Pas toen ze uit waren, stopte ze met dansen. Ha, nou, dank u wel voor uw hulp. Eindelijk was de grote dag aangebroken. Karin trok haar mooiste jurk aan en vlak voordat ze naar het bal vertrok, pakte ze haar rode schoentjes, die ze niet meer had aangehad, en deed ze aan haar voeten. Zo, nu ben ik er helemaal klaar voor. Laat mij maar dansen! Op datzelfde moment voelde ze hoe haar voeten als vanzelf begonnen te bewegen. Ze kreeg niet eens de kans om de oude dame die nog steeds ziek op bed lag, goeiedag te zeggen. Zelfs de koetsier die stond te wachten om haar naar het bal te brengen, danste ze zomaar voorbij. Karin, waar ga je naartoe? Ik zou je toch brengen? Ik geloof dat mijn schoentjes andere plannen hebben. Prima, dan neem ik mooi een avondje vrij. Haar voeten gingen nu spontaan bewegen. Ze hield het echt niet langer tegen. Karin danste de heuvel af richting het zomerbal. Ze bewoog zo sierlijk als een zwaan en was de hele avond op de dansvloer zonder ook maar één keer te stoppen. Wat een eigenaardig meisje. Wacht, ze nou nooit moe. Ja, nu weten we het wel. Je kan heel goed dansen. Maar dat doe ik niet. Dat zijn mijn schoentjes. Tuurlijk, kind. Rommel lekker verder. Toen iedereen al lang naar bed was, danste Karin nog steeds door de straten. Ze danste de stad uit, langs velden en weiden, door kleine dorpjes en grote steden. Ze danste langs het huis van een beul die net zijn bijl stond te slijpen. Meisje, kindje toch, je ziet helemaal rood. Zou je niet eens stoppen met dansen? Dat kan ik niet. Mijn schoentjes willen niet stoppen. En schoenen die blijven dansen, het moet niet veel gekker worden. Maar het is de waarheid. Ze zijn betoverd door een soldaat met zijn zwaard. Alsjeblieft, mijn voeten doen zo'n pijn. En ik heb ook zo'n honger. Help me. Tja, ik heb geen idee hoe ik dat moet aanpakken. Ik kan toch moeilijk je voet afhakken, hè? Maar dat was precies wat de beul deed. Met één beweging hakte hij beide schoentjes van haar voeten. Zo, dat was dan dat. Karin viel uitgeput op de grond en de rode schoentjes stonden stil naast haar. Oh, duizendmaal dank. Ik hoop dat je je lesje geleerd hebt, meisje. Karin zocht op blote voeten, wat haar heel wat blaren opleverde, haar weg terug naar het landhuis. Toen ze daar eindelijk aankwam, liep ze direct door naar de kamer van de oude dame, die sinds Karin was verdwenen alleen maar zieker was geworden. Karin, ben,
Ben jij dat? Ja, mevrouw. Het spijt me zo. Ze vertelde haar hele verhaal. Over de kerk en de soldaat. Over haar reis en de beul die haar had geholpen. Wat een wonderlijk avontuur. Ik ben zo blij dat je er weer bent. Ik voel me direct een stuk beter. Zul je voortaan doen wat ik zeg? Ja, mevrouw. Dat beloof ik. En de rode schoentjes? Die heeft Karen in een mooi doosje heel ver achter in haar kledingkast gezet voor... Je weet maar nooit.